Een van de pijlers binnen ons diversiteitsbeleid is ons taalbeleid. We hebben namelijk voor de meeste jobs die wij in ons agentschap hebben, hebben wij een taalprofiel opgesteld. De minimumkennis van het Nederlands dat men nodig heeft om die job uit te voeren. En het is ook op die basis dat wij mensen gaan aanwerven. Wij zien vooral bij mensen in catering en schoonmaak zien wij toch een hele problematiek van moeilijke sollicitatieformulieren, een motivatiebrief die moet geschreven worden en zo verder. En we zijn daar nu aan het werken om die dan ook gemakkelijker te maken in het gebruik, om die procedure iets simpeler, iets toegankelijker te maken. We focussen ons nu vooral misschien op een bepaalde groep werknemers van ons agentschap, maar naar de toekomst toe denk ik toch dat het nodig is dat die diversiteit ook in de rest van het agentschap zal komen. En dan spreek ik over architecten, projectleiders, ingenieurs, boekhouders, ICT'ers en zo verder, waar we toch nog maar een zeer kleine instroom zien. En daar moet misschien de Vlaamse overheid nog iets actiever gaan werken naar die doelgroepen toe, om aan te tonen dat werken met de Vlaamse overheid toch ook heel wat voordelen heeft.